Tell somebody, glory to God. Glory to God. Hallelujah. Now, you have to understand something. U moet iets begrijpen. An army can never go to war without preparation. Een leger kan nooit naar oorlog gaan zonder voorbereiding. That's why. Daarom. Before you go to any battle. Voordat je naar welke strijd dan ook gaat. They take you to a place where they call the boot camp. Dan nemen ze je eerst mee op trainingskamp. What do they do there, Eliza? Wat doen ze op trainingskamp? They train to fight. Good. Ze trainen je daar om te vechten. You see in the boot camp. En in de bootcamp. There are some things that you must know as the basis to prepare you for the real battle. Zijn er dingen die u moet weten die u voorbereiden voor echte strijd? We studied last time that Jesus had his own bootcamp. En we hebben vorige keer bestudeerd dat Jezus zijn eigen trainingskamp had. He didn't just get up. Hij stond niet gewoon op. To fight the devil. Om de duivel te bevechten. He had a bootcamp. Hij had een trainingskamp. Now, nu, we as children of God, wij als kinderen van God, we must understand. We moeten begrijpen that the battle that we fight, dat het gevecht dat we vechten, and the things we deal with, en de dingen waar we mee te maken hebben, by strength, door kracht, can no man prevail, kan een mens niet overwinnen. You cannot win this fight with your ability. Je kan dit gevecht niet winnen door je eigen kracht. Because your money will not cause you to win. Want je geld gaat er niet voor zorgen dat je wint. Your family will not cause you to win. Je familie gaat er ook niet voor zorgen dat je wint. Even if you are related to the king, it doesn't make you a winner. Zelfs als je gerelateerd bent met de koning, dat wil nog niet zeggen dat je wint. Are you getting this? Hoort u dat? Your bank account doesn't dictate whether you are a winner. Je bankrekening schrijft ook niet voor of je wint. It's a spiritual thing. Het is iets geestelijks. Only God. Alleen God. Ensures victory. Kan de overwinning verzekeren. And you see. En ziet u, I taught you people by the Spirit of God that when you are fighting with an enemy, ik heb u mensen gezegd door de Geest van God dat als u met een vijand bevecht, the first thing you must remember is your position. Het eerste wat u zich moet herinneren is uw positie. You and the devil are not standing on the same platform. Want u en de duivel staan niet op hetzelfde platform. You are standing in the place of authority. U staat in de plaats van autoriteit. In heavenly places. In hemelse gewesten. You have a nation. U heeft een natie. That nation is the church. Die natie is de kerk. And that nation has certain rules that governs the nation. En die natie heeft zekere regels die de natie beheersen. Now Jesus came. Nu Jezus kwam. To show to us. Om aan ons te laten zien. How to function in that nation. Hoe te functioneren in die natie. Are you getting it? Hoort u dat? So Zachariah told us a secret. De Zachariah heeft ons een geheim onthuld. He said to us. Hij zei tegen ons. It's not by might. Het is niet door kracht. Not by power. Nog door geweld. But it's by my spirit. Maar door mijn geest. So the first thing that you have to ask. Dus het eerste wat u zich moet afvragen. It's not by might. Het is niet door kracht. Not by power. Niet door geweld. But it's by my spirit. Maar door mijn geest. If you notice that text. En als u deze tekst bemerkt. You are not involved in it. U bent er niet in benoemd. Look at it again. Kijk er nog een keer naar. God did not put your name on it. God heeft uw naam er niet ingezet. Did I quote the wrong scripture? Heb ik verkeerde? Is it on the board? Is it in the book of Zachariah? Yeah. Maybe I'm making the scripture up. Is it Zachariah? 4:6. Oh, I love to preach. I'm coming. I love to preach. I get more anointed. Hallelujah. Tell somebody glory to Jesus. Glory to Jesus. Now, Zachariah 4:6. Let's go there. Zachariah 4:6. Laten we daar naartoe gaan. Because I stopped somewhere last time. Want ik ben ergens gestopt. When we had discipleship training. Toen we discipleschap training hadden. And the father was ministering to me. You have the same people. Just continue. Hit where you stopped last time. Bring them somewhere. Hallelujah. So tell somebody we are going somewhere. We gaan ergens heen. Gio, tell somebody we are going somewhere. That is good. Then he said to me, this addition of gold to the candlestick, causing me to yield a ceaseless supply of oil from the olive tree, is the word of the Lord to Zerubbabel. Saying, not by might, not by power, but by my spirit,
of whom the oil is a symbol, says the Lord of hosts. So you see, when I look at that text, the Lord did not put Zerubbabel there, though Zerubbabel was the main person that the word was coming to. En als je kijkt naar deze tekst, dan zie je dat Zerubbabel zelfs niet ingenoemd wordt, ook al was Zerubbabel wel degene die het woord des Heren had ontvangen. And Jesus also said, en Jezus zei ook, I will build my church. Ik zal mijn kerk bouwen. And the gates of hell shall not prevail. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. So when Jesus said the gates of hell shall not prevail. Dus toen Jezus zei dat de poorten van de hel hem niet zouden overweldigen. That means we have an enemy. Dat betekent dat we een vijand hebben. That will try to fight. Die probeert te bevechten. But it's your duty. Maar het is uw taak. In the bootcamp. In het trainingskamp. To know how. Om te weten hoe. You can win the battle. Je de strijd kan winnen. Halleluja. That's why James, which many people don't like the book of James. They say James. En mensen, heel veel mensen houden niet van het boek van Jacobus. They say James is an Old Testament preacher. Jacobus, die is maar een Oud Testamentische prediker. And they say James is so focused about doing and doing and doing. En Jacobus, die had het alleen maar over doen, 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 then doen. They say it's not by works. En hij zegt het niet door werken. The faith is a fact. Faith is an act. Geloof is een feit, maar het is ook een handeling. Halleluja. You cannot tell me you are walking in faith without me seeing an action. En je kan me niet zeggen, ja, je gelooft, je wandelt in geloof, maar je handelt er niet naar. And every true faith always produces results. En elk waar geloof produceert resultaat. Say somebody produces results. Het produceert resultaat. So now see something. Dus laten we naar iets kijken. James 4. Jacobus 4. Vers 7. Vers 7. I call this upward thermometer. And I call this outward thermometer. Voor de mensen die deze audio beluisteren, de referent tekent op dit moment een grafiek. En de verticale streep is de opwaartse thermometer en de horizontale streep is de uitwaartse thermometer. When I see your results outwardly. En wanneer ik uw resultaat uiterlijk zie. Your result outwardly, it is determined by your upward thermometer. Het is een resultaat van die opwaartse thermometer. When you are defeated. En wanneer u verslagen bent. Something is missing here. Dan ontbreekt er dus bij die iets, bij die opwaartse thermometer, wat onderwerping heeft. What is outward? En dat uiterlijke waar. Is what people see. Is wat mensen zien. The upward part is something that happened inwardly between you and God. En de opwaartse thermometer heeft te maken tussen u en God. Is somebody getting it? Hoort iemand dat? Now James 4 says. Nu Jacobus 4 zegt. So be subject to God. Onderwerp u dan aan God. If you are a subject to somebody, als u zich onderwerpt aan iemand, you are under the person's control. Dan bent u onder de controle van die persoon. You listen to the person. U luistert naar die persoon. King James. En de King James vertaling. What did he say, Sister Vivian? Wat zegt het? Submit yourself. Now, this is something that nobody can do it for you. Only you yourself. En het onderwerpen is iets wat niemand voor u kan doen. U alleen kunt dat doen. Maybe you did not hear me good. Misschien heeft u me niet goed gehoord. God created Sister Daniela. Heeft Sister Daniela geschapen. And gave Sister Daniela something of himself. En gaf zuster Danielle iets van zichzelf. They call it willpower. En ze noemen dat wilskracht. Tell somebody willpower. Wilskracht. You can use this will.
U kunt deze wilskracht gebruiken. To disobey God. Om God ongehoorzaam te zijn. And you can use this will. En je kunt de wilskracht gebruiken. To surrender it to God. Om u te onderwerpen aan God. The willpower. De wilskracht. Gives you the ability. Geeft u de mogelijkheid. To say yes or no. Om ja te zeggen of nee. Are you getting it? God created you that way. Hoort u dat? Want God heeft u op die manier geschapen. All of us are formed that way. We zijn allemaal op die op dat zo geformeerd. That willpower is what the Bible calls the image of God in man. En de wilskracht, dat is wat de Bijbel noemt de gelijkenis van God in de mens. Are you getting this? So, in the kingdom of heaven. Dus in het koninkrijk van de hemel. There is no such thing as disobedience. Is er niet zoiets als ongehoorzaamheid? There is no such thing. Zoiets bestaat niet. The only person that disobeyed God in heaven was cast out of heaven. En de enige persoon die ongehoorzaam was in de hemel is eruit geschopt. Sister man, do you want to get me those nice baskets at the back? Get me one. You look so beautiful today. I don't know what you have today. Bring me one of those baskets. Yes, thank you. Yes. Yes. Two nations. Twee naties. Tell somebody two nations. The red basket symbolizes heaven. De rode natie symboliseert de hemel. In heaven. In de hemel. We don't have rebellion. Hebben we geen rebellie. We don't have disobedient people. Hebben we niet ongehoorzame mensen. We have people that take orders. We hebben mensen die orders aannemen. To submit to heaven is like a natural lifestyle. Om te onderwerpen aan de hemel is een natuurlijke levensstijl. Are you getting what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? So you cannot move in heaven. Dus u kunt niet in de hemel bewegen. You see rebellion. En u ziet rebellie. Where God's throne is. Waar God's troon is. You don't see that. U ziet dat niet. You see only people that obeys. U ziet alleen mensen die gehoorzamen. And submit under authority. En onderwerpen aan autoriteit. Because the only way in which they function best. Want de enige manier hoe ze het beste functioneren. Is by following the rules. Is door de regels te volgen. Are you getting it? Hoort u dat? They only win their battles by submitting. En ze winnen alleen hun strijd door te onderwerpen. God only back them up. En God zal ze alleen bijstaan. Because they are submitting. Omdat ze zich onderwerpen. What are they submitting to? En aan wat onderwerpen ze zich dan? The word of God. Het woord van God. What God says. Wat God zegt. Are you getting it? Hoort u dat? So, submitting is their upward strength. Dus onderwerpen is de opwaartse kracht. In the kingdom of God. In het koninkrijk van God. In spiritual warfare. In geestelijke oorlogsvoering. The first thing that you have to learn. Het eerste wat je moet leren. To be a warrior. Om een strijder te zijn. Is to submit. Is om te onderwerpen. It helps you. Het helpt u. To know how to fight. Om te weten hoe te vechten. Is somebody getting this? Hoort iemand dat? So, when you are somebody that knows how to submit to God. Als u iemand bent die weet hoe u moet onderwerpen aan God. It is easy for you to resist the devil. Dan is het makkelijk voor u om de duivel tegen te staan. God says. God zegt. For example. Bijvoorbeeld. Don't lie. Lieg niet. The moment you choose not to lie. Het moment dat je kiest om niet te liegen. That same moment. Datzelfde moment. You are resisting lies telling. Dan bied je weerstand tegen leugens vertellen. Is somebody getting it? Hoort iemand dat? When you choose to lie.
wanneer je ervoor kiest om te liegen, there'll be an outward manifestation. Dan zal er een uiterlijke manifestatie zijn. And what is that? En wat is dat? You will be defeated. Je zal verslagen zijn. You cannot begin to bind Satan. Je kan Satan niet binden without you first submitting to God. Zonder dat je eerst onderwerpt aan God. The only thing that gives you a right. De enige wat u het recht geeft. To say no to the devil. Tegen de duivel. Is first of all by submitting. Als u ten eerste onderwerpt. And that is an act of your will. En dat is een handeling van uw wil. I cannot do that for you. Dat kan ik niet voor u doen. That's why the Bible says submit yourself to God. You see, it has to do something with your flesh. En u moet uzelf onderwerpen aan God. Dat heeft te maken met uw vlees. It has to do something with you. Het heeft te maken dus met u. It has nothing to do with your brother. Het heeft niks te maken met uw broer. It has to do with you. Het heeft te maken met u. So in a spiritual bootcamp. Dus in een geestelijke oorlogsvoering. When you go to military trainingskamp. Als je naar militaire trainingskamp gaat, to take orders. Dan trainen ze de mensen om orders aan te nemen. That is the first thing they raise an army for. Dat is het eerste wat ze doen in het leger. Go there and you will understand what I'm talking about. Als je daar naartoe gaat, dan begrijp je wat ik bedoel. Because when you follow the instruction, want als je de instructies opvolgt, you will be backed up. Dan zal er versterking zijn. There will be forces that will back you up based on what you are doing. Dan zijn er eenheden die u bijstaan, gebaseerd op wat u doet. So what do they do early in the morning? Dus wat doen ze in de ochtend? They get the people 5 o'clock. 5 uur. Maybe you are not used to getting up at 5 o'clock. Misschien bent u niet gewend om 5 uur te staan. Your flesh. Uw vlees. Will resist that. Zal dat tegenstaan. But 5 o'clock. Maar 5 uur. Prepares you. Bereid u voor. For the things to come. Voor de dingen die komen. Is somebody getting this? Hoort iemand dat? So they teach you to submit. Dus ze leren u om te onderwerpen. This word submit. En dit woord onderwerpen. Is a broader something. Is iets veel groter. Because it has many things that are linked to it. Want het heeft heel veel dingen die gelinkt zijn daaraan. When we look at James 4 verse 7. Als we kijken naar Jacobus 4 vers 7. There are 3 verse 7 to 8. There are 3 aspects of warfare that you will be taught today. I will take my time to crack some things down. Hallelujah. In Jacobus 4, 7 tot en met 8 zijn er 3 aspecten die de Heer gebruikt. Why was it so easy for Jesus to submit? En waarom was het zo makkelijk voor Jezus om zich te onderwerpen? Because where he came from, want waar hij vandaan kwam, he doesn't know rebellion. Ken hij geen rebellie? But the only thing he knows, het enige wat hij kent, the only person that rebelled against God was cast out. Want de enige persoon die rebelleerde, die was er uitgeworpen. Are you getting this? I don't think you're getting it straight. I said, where Jesus came from. En waar Jezus vandaan kwam. Do you know why it was amazing for him to see that people deal with stuff, they move with it? Because in the kingdom of heaven, he never saw somebody sick. He only see when sickness show up, it's cast out. In the kingdom of heaven, he never saw confusion. When confusion comes, it's cast out. So it's like I came from the most powerful kingdom. Then I am now in the earth realm. To exercise what happens in that kingdom here on earth. En Jezus, die kende geen ziekte, want in de hemel is er geen ziekte. Jezus kende ook geen verwarring, want in de hemel is er geen verwarring. Dus u moet zich voorstellen dat Jezus uit de hemel kwam, de meest krachtigste koninkrijk. En hij kwam naar de aarde om al deze dingen te zien. En ook om, net zoals in de hemel, toen Satan daar aan het werk was, al deze dingen uit te werpen. You could see. Je kan zien that when the devil in the book of Isaiah, dat de duivel in het boek van Jesaja, Isaiah 14, rise up against God. Jesaja 14, yes. Toen hij tegen de God opkwam, he was cast out of his presence. Werd hij uitgegooid van Gods tegenwoordigheid. Why? Waarom? Because God, want God himself, zichzelf submits, onderwerpt to his word, aan zijn woord. I will come this way. Ik zeg het nog een keer. God God himself, hij zelf, submits, onderwerpt zich, what he says,
aan wat hij zegt. Are you getting what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? God is not a talker. Dus God is niet een prater. What he says. Wat hij zegt. Even if that thing is walking against him, he's on its way. Zelfs als iets tegen hem werkt, hij onderwerpt zich nog steeds aan het woord. How do you think God felt? Hoe denk je dat God zich voelde? When his only son had to die. Toen zijn enige geboren zoon moest sterven. And he did not do anything. En hij deed niets. That was his word. Dat was zijn woord. He submitted to his word. The Bible says he set his word above all his names. En hij onderwierp zich aan zijn eigen woord. En de Bijbel zegt dat hij zijn woord hoger heeft geplaatst dan zijn naam. His word is above all his names. En zijn woord heeft hij hoger geplaatst dan al de namen. So God himself submits to his word. That's somebody God submits to his word. Dus God zelf onderwerpt zich aan zijn woord. So it is very strange. Dus het is heel erg vreemd. When we wanneer wij don't submit to God. Wij niet aan God. It is very strange. Het is heel erg vreemd. When we wanneer wij disobey the word of the Lord. Het woord is hier ongehoorzaam is hij. We were thinking that when Jesus came on earth. Want wij dachten toen Jezus hier op aarde kwam. And many times in the Bible he said, I do only what I see him do. En Jezus zegt, ik doe alleen maar wat ik hem zie doen. I say what I hear him say. Ik zeg wat ik hem hoor zeggen. You can be saying, oh. Kan je zeggen, oh. Why is Jesus doing that? Waarom doet Jezus dat? Can Jesus not just do things by himself? Kan Jezus niet gewoon dingen bij zichzelf doen? I think he is mature. Ik denk toch dat hij volwassen is. He can just take initiative. Hij kan toch gewoon het zelf initiatief ontplooien. How many of you have heard that foolish word? Just take initiative. Neem gewoon initiatief. Now your initiative is based on what? En je initiatief is op wat gebaseerd? But you see, Jesus never did anything by himself. En Jezus deed nooit iets op zichzelf. He lived his life to submit to the higher power. Maar hij leefde zijn leven om zich te onderwerpen aan de hoogste macht. Now you got born again. Nu u bent wederom geboren. The first thing that God introduced you into. En het eerste waar God u introduceert. Is a new kingdom. Is een nieuw koninkrijk. You came out from the world. U bent uit de wereld gekomen. You stepped into this kingdom. U bent in zijn koninkrijk gestapt. Now this kingdom. Nu dit koninkrijk. Only benefits you. Kan u alleen maar voordeel opleveren. When you stick to the rules. Wanneer u zich aan de regels houdt. If you don't submit to the rules of the kingdom. Als u zich niet onderwerpt aan de regels van het koninkrijk. Instead of the kingdom being a blessing to you. In plaats dat het koninkrijk dan een zegen voor u is. It will become a curse. Dan wordt het een vloek. Adam en Eva. Adam en Eva. God created man and placed him in his garden. God had de mens geschapen en plaatste hem in zijn tuin. Genesis. And God told the man. En God zei tegen de mensen. One thing. Eén ding. You can eat of everything of this garden except this tree. Je kan van alle planten en bomen eten in deze tuin behalve van deze boom. That was it. Dat was het. Is it the day you do that? En de dag dat u dat doet, you will die. Zult u sterven. That was a law. Tell somebody that is a law. Dat was een wet. Why does God give you his word? Waarom geeft God zijn woord? To teach you how to act. Om u te onderwijzen hoe u moet handelen. And also to know how to function in the kingdom in which you are in. En ook om te functioneren in het koninkrijk waar u bent. Whenever you obey his commandments, wanneer u zich aan zijn geboden houdt, the blessings of the kingdom work for you automatically. Dan zullen de zegeningen van het koninkrijk automatisch volgen. You don't need to pray for the blessings anymore. U hoeft niet eens voor de zegeningen te bidden. It comes to you. Het komt tot u. Tell somebody, it comes to you. Het komt tot u. So the Father says, dus de Vader zegt, onderwerp u.
Why is it that most Christians they find it very difficult to submit? En waarom is het dat heel veel christenen het moeilijk vinden om te onderwerpen? And why was it so easy for Jesus to submit? En waarom was het zo makkelijk voor Jezus om te onderwerpen? How many of you want to know why? Wie van u wilt weten waarom? Is the easiest thing on earth. Is het makkelijkste op aarde? Jesus. Jezus. According to Hebrews 9 verse 14. Volgens Hebreeën 9 vers 14. Somebody said, Pastor, today are we not going to bind all the demons? We are coming there. En pastor, gaan we niet alle demonen bestraffen en binden? How much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself? Offered himself. Jesus, come for me. I'm glad. Who brought you today in the service? This is good. I want to demonstrate something. Ik wil iets laten zien. So. Dus. Now. Jail. I say jail. Fall on my arms. My arm is behind me. You see. He has offered himself. Now it was the Holy Spirit. Nu het was de Heilige Geest. That carried Jesus. Die Jezus droeg. But Jesus. Maar Jezus. Had a decision. Had een eigen wil. To trust the Holy Spirit. Om de Heilige Geest te vertrouwen. Every time you see Jesus, say, go. Elke keer als u ziet Jezus gaan. It's because the Holy Ghost did that. Is omdat de Heilige Geest dat zei. Through him. Door hem heen. So he offered himself. Dus hij heeft zichzelf geofferd. That's someone. He offered himself. Hij heeft zichzelf geofferd. Jesus. Jezus. Was a constant offering at the altar. Was een constant offer aan het altaar. He gave himself over. Hij heeft zichzelf overgegeven. To who? Aan wie? To who? Aan wie? Talk to me. To who? Aan wie? I teach the youth something here. To who? Aan wie? Who? The Holy Ghost. And I was teaching you people here that God is not depending on you. And we went so deep that you find out why God said you will succeed. He's not saying he will succeed because he's looking at you. Who is he looking at? Himself. What is himself? En hij is niet afhankelijk van uw kunnen. Hij is afhankelijk van. What is himself? Van zichzelf. What is himself? God himself. God zelf. Himself is the Holy Ghost. En hij zelf is de Heilige Geest. The Holy Ghost in you is God himself. De Heilige Geest in u is God zichzelf. So he gives you the Holy Spirit. Dus hij geeft u de Heilige Geest. To help you. Om u te helpen. Fulfill. Te vervullen. His mandate for your life. Mandaat voor uw leven. But it is your duty. Maar het is uw taak. To trust the Holy Spirit. Om de Heilige Geest te vertrouwen. And give yourself over to the Holy Spirit. Om uzelf over te geven aan de Heilige Geest. And the right to him. And give yourself over to the Holy Spirit. En jezelf over te geven aan de Heilige Geest. It is very, very important. Het is heel erg belangrijk that we as a church, dat wij als een kerk, we begin to understand, we beginnen te begrijpen, the secret of power, de geheim, het geheim van kracht, lies in submission. Het ligt in onderwerping. Are you getting this? Begrijpt u dit? Now, I want to take you to a text. Ik wil u meenemen naar een tekst. Ephesians 6. Ephesians 6. Verse 1. Vers 1. Why are you laughing here? That is your best text. Children, obey your parents in there. Now, do you think God wrote that because he want to control your life? Denkt u dat God deze tekst heeft geschreven omdat hij uw leven wil controleren? No. Nee. He want to help you. Hij wil u helpen. To be a warrior. Om een strijder te zijn. Then he did not stop there.
En het stopte daar niet. And the Bible says, for this is. En de Bijbel zegt, want dit is right. Recht. Verse 2. Vers 2. Honor thy father of thy father and thy mother, which is the first commandment with a promise. And what is the promise? En wat is de belofte? Verse 3. Vers 3. That it may be well with thee. Dat het je goed gaat. And thou mayest live long on earth. En dat u lang mag leven op aarde. That is the promise. So, what is my duty? Wat is mijn taak? My duty. Mijn taak is to submit to that word. Is om mezelf over te geven aan and dat woord. God's duty. En Gods taak is to do what he says. Is te doen wat hij zegt. My duty. Mijn taak is not to judge is the word of God. How do I judge the word of God? Mijn taak is niet om het woord van God te veroordelen. Hoe veroordeel ik dan het woord van God? By judging the people that he says submit to. Door de mensen te oordelen waar hij zegt van daar moet je aan onderwerpen. How do you think he felt? Hoe denk je dat hij zich voelde? When Jesus was beaten. Toen Jezus werd geslagen. Did he do anything? Had hij iets gedaan? Talk to me. Praat met me dan. The Bible says. De Bijbel zegt. In Isaiah 53. In Jesaja 53. He opened not his mouth. Hij deed zijn mond niet open. How do you think he felt? Hoe denk je dat hij zich voelde? When he put those crown of thorns on his head. Toen ze die doornenkroon op zijn hoofd deden. You are killing an innocent man. U doodde een onschuldige man. Yet. En toch. He did not say anything. Hij zei niets. Because he came for that purpose. Want dat was het doel waarvoor hij gekomen was. He came to die. Hij kwam om te sterven. Was it an easy thing? Was het makkelijk? No. Nee. But that was God's will. Maar dat was Gods wil. Most of the problems, de meeste problemen that believers they have, die gelovigen hebben, is that they fight against authority. In dat ze vechten tegen autoriteit. Either you think you have arrived, of je denkt je bent er al, or you think you know better, of je denkt dat je het beter weet than the authority. Dan de autoriteit. You even speak against the authority. Je spreekt zelfs tegen de autoriteit. You are not speaking against the authority. Maar je spreekt niet tegen die autoriteit. You are speaking against the very word of God. Je spreekt tegen het woord van God. 1 John 2 vers 3 says, is somebody learning something? 1 Johannes 2 vers 3. Leert iemand iets? As Sister Vivian do. I love that you are small hair. Now let's continue. You people, are you doing a hair fashion yet? Okay, let's go to the next one. Are we there? Zijn we daar? 1 John 2, verse 3. 1 Johannes 2, vers 3. And hereby we do know that we know him. If we keep his, if we keep his. If we keep his, als we behouden zijn, if we keep his, als we zijn geboden in acht nemen. Commandment. 1 John 5 vers 3. 1 Johannes 5 vers 3. For this is the love of God, that we keep his commandment, and his commandments are not grievous. In other words, the word of God is not there to destroy you. It's there to make you a better person. Tell somebody a better person. Met andere woorden, het woord van God is daar niet om u te vernietigen, maar juist om u een betere persoon te maken. Zeg tegen iemand een betere persoon te maken. So whenever, dus you rebel. Dus wanneer u rebelleert against authority, tegen autoriteit, you are not rebelling against authority. Rebelleert u eigenlijk niet you tegen autoriteit. You are rebelling against the very word of God. Maar tegen het woord van God. It is better. Het is beter for you to submit to his word. Dat u zich onderwerpt aan zijn woord. And let God. En God laat. Be the judge. Laat hem de rechter zijn. We are not here to justify ourselves. We zijn hier niet om onszelf te verdedigen. How do I know you are still justifying yourself? Hoe weet ik dat u dat nog steeds doet? When you keep on giving excuses why you do what you do. Als u excuses blijft geven waarom u doet wat u doet.
Why I did not do this? Waarom heb ik and dit niet gedaan? En waarom dat niet gedaan? En waarom dat niet gedaan? When you are wrong, wanneer u fout bent, you are wrong. Bent u fout. This is what Jesus said. Dit is wat Jezus zei. I love that so much. Ik hou daar zoveel van. When he was beaten, toen hij geslagen werd, and Pilate opened his mouth and said, "Don't you know I have power? I can command my military officers to deal with you." Hear what Jesus said. Dus op het moment dat hij geslagen werd en Pilatus zei van, ik heb zoveel legerofficieren die wat kunnen doen. Hoor wat Jezus toen zei. Jesus said it's a lie. Jezus zegt dat is een leugen. Everything that is happening. Alles wat gebeurt is because. Is omdat. My father permitted it so. Mijn vader het toestaat. Because I have enough angels. Want ik heb genoeg engelen. I can command them now. Ik kan ze nu commanderen. And they will deal with you. En ze rekenen met u af. But I don't want to do that. Maar dat wil ik niet. Because I am here to fulfill God's will. Want ik ben hier om Gods wil te vervullen. He said in John 6, verse 38. Hij zei in Johannes 3, vers 36. My will. Mijn wil, vers 38. Is to do the will of him that sent. John 6. Thank you, Sister David. Is somebody learning something? Johannes 6, vers 38. I love to teach. You know, teaching anointing makes you feel relaxed. Tell somebody relax. 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 Zeg tegen iemand relax. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that said. That said. So. Whenever you are submitting to God, you are putting God first. Dus elke keer wanneer u zich onderwerpt aan God, zet u God eerst. You are telling God, this is your word. I am doing it. Now you do what you say you will do. Eigenlijk zegt u tegen God, God, dit is uw woord. Ik doe het. En doe u dan wat u heeft gezegd dat u gaat doen. And who do you give yourself over to? En aan wie geeft u zichzelf over? The Holy Spirit. De Heilige Geest. Jesus could not go to the cross without him. Jezus kon niet naar het kruis zonder hem. As a matter of fact. In principe. When he was dying. Toen hij doodging. He said, Father, zei hij, Vader. Into thy hands. In uw handen. I commit. Geef ik mij. My spirit. Geest. Who do you think he was talking to? Tegen wie denkt u dat hij het had? The Holy Ghost. De Heilige Geest. And to really make sure. En om echt zeker te stellen. That what he said was true. Dat wat hij zei waar was. It was the Holy Spirit. Het was de Heilige Geest. That brought him back to life. Die hem terug naar het leven heeft gebracht. So now see the Holy Spirit. Kijk nu naar de Heilige Geest. He helps Jesus to summit. Hij helpt Jezus te onderwerpen. Then the same Holy Spirit. En diezelfde Heilige Geest. Delivers Jesus. Bevrijd Jezus from the power of darkness. Van de kracht van duisternis. Now, if Jesus did not submit, als Jezus zich niet onderwierp, he would have stayed under. Had hij ondergebleven. See what Hebrew 13 says. Maar kijk wat Hebreeën vers 13 ons zegt. How many of you are still in this room? Hebrew, thank you, Holy Spirit. You don't even want me to go upstairs. I'm trying to go upstairs to bring you. Hebrew 13, verse 20. Hebreeën 13, vers 20. Can I give you a secret? Kan ik u een geheim geven? Wanneer ik preek, als ik vandaag zeg Swenshana preek, talk about Jesus more. Spreek meer over Jezus. Give the glory to Jesus. Geef de glorie aan Jezus. Never you make the people think it is you. Laat de mensen nooit denken dat u het bent. That is the mistake. Dat is de fout. You see the way people sometimes quote scriptures who think it is them. Soms doen mensen schriftgedeeltes oplezen en denken dat zij het zijn. That brought again from the dead our Lord Jesus. The great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant. Which one is this? King James. Can you take it? The God. Who brought him again from the dead? God. Tell somebody God. God. Okay. Now, put amplified for me. Thank you so much. Now, may the God of peace, who is the author and the giver of peace, who brought again from among the dead our Lord Jesus, that great shepherd of our sheep, by the blood that seal ratified the everlasting agreement, covenant, testament. And what did the Bible say in Romans 8, verse 11? En wat zegt de Bijbel in Romeinen 8, vers 11? What did the Bible say?
Wat zegt de Bijbel daar? What did he say? Wat zegt de Bijbel daar? And if the spirit of him that raised up Jesus from the So, Zacharias said, it's not bad. Zacharias zei, het is nog door kracht. It's not bad. Nog door. It's not bad. Nog door. It's not by might, not by power. Nog door kracht, nog door geweld. By my spirit. Maar door mijn geest. But now you have to know how it works. Maar nu moet je weten hoe het werkt. It doesn't work automatically. Het werkt niet automatisch. Without you. Zonder dat u. Giving yourself over. U zichzelf overgeeft. Are you getting this? Begrijpt u dit? So, God want us to submit to him. Dus God wil dat we ons onderwerpen aan hem. God want us to submit to the authority figures that are placed over our lives. En God wil dat we onderwerpen aan degenen die in autoriteit staan in ons leven. Even the government. Zelfs de overheid. Go to Romans 13. Ga naar Romeinen 13. Can we start reading from verse 1? Kunnen we vanaf vers 1 lezen? Tell somebody submit. Zeg tegen iemand onderwerp. Let every person be loyally subjected to the governing civil authorities. For there is no authority except from God. By his what? Door zijn wat? By his what? Door zijn wat? You can be insulting a police officer. You just insult God. U kunt een politieagent beledigen, maar daar beledigt u eigenlijk God mee. They are his governing authority by permission. Zij zijn degene die in autoriteit staan door zijn toestemming. His sanction and those that exist do so by God's appointments. God has placed in his church. Oh, thank you, Holy Spirit. We are only getting deeper. God heeft in zijn kerk geplaatst. Dank u, Heilige Geest. We gaan alleen dieper. The fivefold ministry. De vijfvoudige bediening. As his providence. Als zijn. Als zijn. Als wat hij geeft aan de kerk. Good, I love that. As his providence. As his gift. Tell somebody his gift. Zeg tegen iemand zijn gave. What is a providence? Wat is een gave aan de kerk? It's something that sustains you. Voorziening. Dat is iets wat u behoudt. And make sure. En ervoor zorgt. You succeed. Dat u succesvol bent. Now, if something is a providence to me. Als iets een voorziening is voor mij. God want me to appreciate that thing. Wilt God dat ik dat waardeer? He did not say condemn that thing. Hij zegt niet veroordeel het. Your pastor. Uw voorganger. Is God's gift to you. Is God's voorziening aan u. The apostle is God's gift to the church. De apostel is God's voorziening aan de the kerk. The evangelist is God's gift to the church. De evangelist is God's voorziening the aan de kerk. Is God's gift to the church. De profeet is God's voorziening aan de kerk. The teacher is God's gift to the church. De leraar is God's voorziening aan de kerk. Our duty. Onze taak is to submit. Is om te onderwerpen. Under that authority. Onder die autoriteit. That is God's government. Want dat is God's regering. When we bypass that authority. Wanneer we daar aan voorbij gaan. We cannot benefit from the blessings in which this fivefold ministry. Because it is through them that we can run. Dus als we daar niet aan onderwerpen, ontvangen niet de zegening die ingesteld is in deze vijfvoudige bediening. Want door hun kunnen we rennen. So, if I am submitting under the fivefold ministry. Dus als ik mij onderwerp aan de vijfvoudige bediening. I am submitting to. Onderwerp ik me aan. To. Aan. God. God. Tell somebody God. Zeg tegen iemand God. Nou. Ephesians 4. 4. Verse 11. Vers 11. Is somebody here with me? Is iemand hier met mij? I think I have to move some things fast.
Ik denk dat ik sommige dingen snel in beweging moet brengen. And his gift varied. Himself appointed and gave men to us. Tell somebody men. Tell somebody men. Zeg tegen iemand men. So these gifts are men. Dus deze gaven zijn gewoon mensen. They are men. Het zijn mensen. They are people. Het zijn mensen. All these people that say, no, I have the Holy Spirit. Nobody has to tell me what to do. You know, the Holy Spirit also talks to me. No, you are rebelling to the first grade. Dus al die gave gifts. And these gifts are men. Why did he give them? Dus al die mensen die zeggen van ja, maar ik heb de Heilige Geest. Nee. Het gaat hier over mensen. Dan ben je aan het rebelleren in de hoogste graad. En waarom zegt hij ik geef mensen? Why? Waarom? They are his providence. Ze zijn zijn voorziening. For the church. Voor de kerk. They are not there to control you. Ze zijn daar niet om u te controleren. But they are there to give you wings to fly. Maar om u vleugels te geven om te kunnen vliegen. So if you dus als u don't submit to that authority, niet onderwerpt aan die autoriteit, you cannot fly. Kunt u niet vliegen. You will stop. U zult ergens stoppen. When you talk against, wanneer u tegen hen spreekt, that authority, of tegen die autoriteit spreekt, against God. Spreekt u tegen God. Because he, want hij placed them, heeft ze geplaatst in, the church, in de kerk als zijn providence. For his people. Als zijn voorziening voor zijn mensen. So, this whole thing about submission, dus deze hele zaak over onderwerping has nothing heeft niets to do with man. Te maken met mensen. It has to do with the command of the Lord. Het heeft te maken met het, het woord van God. That's why he looks more into your heart when you do it. Hij kijkt naar uw hart wanneer u het doet. Dan your outward character. Dan naar uw uiterlijk karakter. You can pretend. U kunt alsof doen. But God sees whether you are pretending or not. Maar God ziet precies of u het alsof doet of niet. Some to the apostles, special messengers, some prophets, inspired preachers and expounders. Some evangelists, preachers of the gospel, traveling missionaries. You see, in ziet the u? Ministry of the evangelists. In de bediening van de evangelist. You see the prophet. Ziet u de profeet? He functions in both. Hij functioneert in beide. Inspired preachers. You see some evangelists, preachers of the gospel. The prophets they preach by revelation. That's why when they teach the word of God, an evangelist can build like 10 messages from their one message. Een profeet die spreekt geïnspireerd. Wanneer hun het woord van God leren, als een leraar, dan kan een evangelist daar al 10 boodschappen uithalen. A prophet can be preaching. Een profeet kan prediken. But he's talking to people's personal issues. En hij spreekt tot de mensen hun persoonlijke noden. It's like he's with you in your... Het is alsof hij met u in uw kamer is. And you are not saying anything. En je zegt niet. But your tummy goes towards. Maar je buik gaat boop. Hey. Ah. Mm-hmm. Hoe weet hij dat? Who sent me here? Wie heeft me gestuurd? He didn't know. Hij wist het the niet. Holy Ghost. De Heilige Geest. His office. Is, dat is zijn bediening. It's his ministry. Het is zijn bediening. That is how. Dat is hoe. He blesses you. Hij u zegent. That's why it's a gift. Daarom is het een gave. Tell somebody it's a gift. Zeg tegen iemand het is een gave. You can only benefit from it. U kunt het alleen maar voordeel uittrekken door te onderwerpen. That's why the Bible says, if you receive a prophet in the name of a prophet, you receive a prophet's reward. And if you receive a righteous man in the name of a righteous man, if you receive, now you cannot receive anything without first of all. Dus de Bijbel zegt wanneer I do not hear you people good. I think these people need to wake up. I say you cannot receive anything without. You receive Jesus by. So, I started by telling you, our problem is not whether Jesus has died. Our problem is the receiving end. Tell somebody the receiving end.
Zeg tegen iemand het ontvangen. De Bijbel zegt dat je een profeet als je een profeet ontvangt in de naam van een profeet, dan ontvang je ook de beloning van een profeet. Kijk, het is eigenlijk zo, ik ben er ook mee begonnen, dat het is niet of Jezus gestorven is of niet. Wat voor ons belangrijk is, is het deel ontvangen. Test somebody submit. Zeg tegen iemand onderwerp. Test somebody submit. So, when you submit. En wanneer je onderwerpt. You are not doing your pastor a favor. Dan doe je voorganger niet een gunst. You are doing yourself a favor. Je doet jezelf een gunst. When pastor say, wanneer pastor zegt. Don't come late. Kom niet laat. Don't ask the pastor, are you always early? Vraag niet aan de voorganger, ben jij dan altijd op tijd? Don't ask him that. Vraag hem dat dan niet. His duty. Zijn taak. Is to train you. Is om je te trainen. You are not the one to train him. U bent niet om hem te trainen. He is not answerable to you. Want hij hoeft u niet te beantwoorden. He is a cabosa. Of te verantwoorden bij. Sister Vivian, are you preaching with me today? Romans 4 verse 14. Romeinen 4 vers 14. He is answerable to God. Hij moet zich verantwoorden bij God. He submits to God. Hij moet zich onderwerpen aan God. When I see a pastor that function in so much power and authority, there is something about his lifestyle in the closet. En wanneer ik een voorganger zie die in zoveel kracht en autoriteit bedient, dan zegt dat iets over de manier hoe hij of zij zich onderwerpt. If it is at hearing of the law, who are to be heirs? I win Romans 4. Then faith is made futile, empty me. No, Romans 14 verse 4, please. Excuses, Romeinen 14 vers 4 moet het zijn. Thank you so much. Dank u wel. Excuse me. Neem mij niet kwalijk. Who are you to pass judgment on and censor another man's household servants? It is before his own master that he stands or falls. And he shall stand and be upheld. For the master, the Lord, is mighty to support him and make him stand. So your duty, dus uw taak, is not to ask questions. Most of the time, go to the military boot camp. Is niet om vragen te stellen. En degene die hen drilt, als u kijkt naar de trainingskamp, doet helemaal niet mee in de dingen die ze moeten doen. Wie van u is ooit naar de fitness geweest? To do some hard moves. En de fitnessinstructeur geeft u hele moeilijke opdracht. En hij heeft het maar één keer laten zien. Hij deed het maar één keer voor. Then he take it easy. En dan doet hij and you are doing your best. En u doet uw best. To make that move. He's telling you it's not good enough. Zegt hij, hey, het is niet goed genoeg. You said, don't you see? He said, no. Hij zegt, ja, maar zie je het dan niet? Because he started. En zegt hij, nee, want zijn doel is to see results. Is om resultaat te zien. Zodat u can be a teacher one day to someone. Ook een leraar kan zijn voor iemand anders. But that can never happen to you. Maar het kan u nooit gebeuren. If you don't saw it. Als u zich niet onderwerpt. If you can one day to be. Als op een dag komt. The gym instructor is very rude. Ja, de fitnessinstructeur is. Hij is maar echt onbeschoft. That is echt unbelief. En de way he talks to me is really rude. Who does he think he is? He is your gift. Maar hij is je geschenk. You are not there to judge the gift. Je bent daar niet om het geschenk te veroordelen. You are there to receive the gift. Je bent daar om het geschenk te ontvangen. Every time you shift the gift in. Want elke keer als je het geschenk aan de kant schuift, he refuses to bless you. Dan weigert u dus om gezegend te worden. You are not there to look them by their character. U bent niet daar om ze te beoordelen op hun karakter. Because sometimes they can appear a little bit wrong to you. Want soms komen ze een beetje verkeerd over but bij that you. Is how God will use them at the moment. Maar dat is hoe God ze wil gebruiken op dat moment. Your duty is to open your heart to receive. Uw taak is om uw hart te openen om te ontvangen. Whenever you judge a gift before you receive it, it will not benefit you. Want wanneer u een geschenk beoordeelt voordat je het hebt ontvangen, dan ga je er natuurlijk geen plezier van hebben, geen voordeel uithalen. And you have never used it before. And you look at it. Als ik u iets geef en u heeft het nooit eerder gezien en u blijft er maar naar kijken. C'est la vie, hè? No, this is not my style.
I'm not going to use it. But now, you don't even know how it smells. Ja, En misschien vind je die fles niet mooi, want het is gebogen. En maybe the color of the perfume too is black. En misschien zeg je van, maar hoe kan die parfum zo, de kleur is zwart? Until you know. Totdat je weet. Know the perfume until you try it out. Maar je kan nooit weten hoe de parfum eruit of hoe. Of hoe het is dat zij het hebben gebruikt. So what am I talking about? Dus waar heb ik het nou over? We should not submit because we understand why we submit. Amen. We moeten niet onderwerpen omdat we begrijpen waarom we onderwerpen. And that is the problem for most believers. En dat is juist het probleem voor heel veel gelovigen. They want to figure out God before they do something. Ze willen eerst begrijpen waarom ze moeten onderwerpen. And as long as you are in that place, en zolang je op die plaats blijft steken, nothing will work for you. Gaat niks voor je werken. You will begin to see people around you moving forward. En je gaat andere mensen om je heen zien dat ze voorwaarts gaan. Except you. Behalve jij. It's not because God loves. It's not because God prefers them more than you. It's not because. En het heeft er niks mee te maken dat God lievertjes heeft of dat er mensen voorttrekt. There is an attitude in you. Maar er is een houding in u. Towards God that is wrong. Jegens God die verkeerd is. And you don't tell God who he has to use to bless you. En u kunt God niet gaan vertellen wie hij dan moet gebruiken om u te zegenen. Moses was never liked by the people. Moses was niet populair en gekozen door de mensen. But he was chosen by God. Maar hij was wel gekozen door God. Jesus was never liked by nobody. Jezus was helemaal niet geliefd door niemand. But he was chosen by maar God. Hij was gekozen door God. Gideon was never liked by his own people. Gideon was versmaad door zijn eigen volk. But he was chosen by God. Maar hij was wel verkozen door God. Paul was a killer. Paulus was een moordenaar. Nobody wanted to have anything to do with him. Niemand wilde iets met hem te maken hebben. But he was chosen by God. Maar hij was gekozen door God. So you can only be blessed. Dus je kan alleen maar gezegend zijn. Because you submitted to those ministries. Omdat je onderwerpt aan deze bedieningen. Submission. Onderwerping. Is the first step. Is de eerste stap. Of walking in power. Om te kunnen wandelen in kracht. When you disobey the spiritual authority in your life. Wanneer u de geestelijke autoriteit in uw leven ongehoorzaam aan bent. Don't expect to bind one demon. They will not listen to you. We moeten niet verwachten dat u één demon kan binden, want ze luisteren niet naar u. How many of you love Ephesians 6 verse 12? En wie van u houdt van Ephesians 6 vers 12? That's the last sentence. Oh, listen, I can hear her pray. She's a warrior. En ik hoor haar weer. She said, Holy Ghost, move. My whole room upstairs is shaking. I am asking, what is going on downstairs? So militant. It's so militant. It's a spirit of a warrior. It's a geest van de strijd. That is powerful. Dat is krachtig. I'm not honoring the man. Ik eer niet de mens. But I could know that God took her over. Maar ik weet dat de Heilige Geest haar over. Such a power. Want het komt met zo'n kracht. I don't listen to you people upstairs. Of denk je niet dat ik de zang niet hoor? Very well. Ik luister. That's why we have some holes here. It brings me information. En daar heb ik wat gaten in de muur. Het brengt me informatie. Are you getting this? Hoort u dat? So it is very important. Het is heel erg belangrijk. As children of God. Als kinderen van God. That we begin to understand. Dat we beginnen te begrijpen. The Bible says, for we are not wrestling with flesh and blood. But we are contending only with physical opponents, but against despotisms. Kamota, I love that word. Against powers. Against the master spirits who are the world rulers of this present darkness. Against the spirit forces of wickedness in heavenly places. Supernatural faith. Now when you read this text, you will say, oh, I know now what I am fighting in. And you begin to bind, I kick out. And now it starts with verse 1. Maar het begint bij vers 1. Voordat u al deze dingen begint te binden en denkt van, oh ja, nu weet ik waar ik tegen moet vechten. Nee, laten we kijken wat Efesiërs 6 vers 1 zegt. Verse 1 tells you to honor your parents in the Lord. Verse 2 tells you to honor your father and your mother. Verse 3 tells you the promises that are there. Verse 5, it goes down to tell you as a child. Verse 6, verse 7, it's still talking about submitting. Then verse 10, it says, be strong in the Lord. En het heeft een volgorde. Vers 1 gaat over dat u. Sister Vivian, let's do it together. Let's do it together. She did it when you were talking. Oh, she was following me. Yes. Oh, that is powerful. Let's start with verse 1.
Laten we naar vers 1 gaan. I told you that she's a great preacher. Verse 1. Obey your parents in the Lord. Verse 2. Honor your father and your mother. Verse 3. The promise, the blessing that follows. Verse 4. Fathers, do not irritate and provoke your children. I want to talk about this a little bit, though this is not my preaching for today. En vers 1, 2 en 3 gaat over. Vers 1 gaat dat u uw ouders in de Heer moet eren. Vers 2 gaat over de natuurlijke ouders. Vers 3 zegt dat het een belofte aan verbonden is. Zowel uw geestelijke en natuurlijke ouders. En nu in vers 4 wil ik iets zeggen. God put it like this? Weet waarom God dit zo zegt? They are accountable to God. God sees what they do. Want zij zijn verantwoordelijk. En God neemt ze ter verantwoording. Somebody said, pastors always walk away with things. Really? Come ja. On. Pastors die lopen maar met dingen weg. Denk je dat? Ha! When you are a pastor. Als je voorganger bent. The way God will deal with you. De manier hoe God met je afrekent. You know our problem? Weet je wat ons probleem is? We don't understand the Old Testament. We begrijpen het Oude Testament niet. The priest. De priester. The way God deal with the priest when they sin. De manier hoe God met de priester afrekent wanneer die zonde. Was different from how we deal with the people when they sin. Is anders als de mensen hebben gezondigd. It did not change. Het is niet veranderd. The way God deal with the priests and the Levites. De manier hoe God met de priesters en de Levieten afrekent. Soms vielen ze dood. Why are you looking at me like that? Because God is their boss. Want God is hun baas. By the way, en laat me het zo stellen. Begrijp. You are not a pastor's property. You are kato kamo. U bent niet het bezit van een voorganger. God's property. U bent Gods bezit. These people are provoking me to go to my Bible. Go to the book of Acts. Laten we naar het boek van Handelingen gaan. Acts chapter 20. Handelingen hoofdstuk 20. How many of you are learning something? Wie van u leert iets? Oh God. I give you praise. Acts 20, verse 28. Read it for me. Handelingen 20, vers 28. Iemand lees het. Take care and be on guard for yourself first. And the whole flock over which the Holy Spirit has appointed you bishop. And guide them to shepherd, tend and feed and guide the church of the Lord, or of God, which he obtained for himself by buying it and selling it for himself with his own blood. Tell somebody, I'm God's property, but I'm under the pastor's care. Ik ben Gods bezit, maar ik ben onder de zorg van de voorgangers. So pastors, dus voorgangers, they are accountable. Ze moeten verantwoording afleggen bij God. Your duty. Uw taak is, to do your job. Is om uw taak te doen. Get back to it. Laten we teruggaan. Efeziërs 6. Efeziërs 6, vers 4. Vers 4. We're going to close with you. You see, I wanted to talk about some things, but we're going to close with this one. Hallelujah. And it's going to continue next week. How many of you are blessed? Wie van u is gezegend? We gaan volgende week door. Fathers, do not irritate and provoke your children to anger. Do not exasperate them to resentment. They rear them tenderly in training, in discipline, and counsel, and admonition of the Lord. Do you see when you are with a pastor that doesn't discipline you, you have a problem? En ziet u niet dat als u een voorganger heeft die u niet disciplineert, dan heeft u een probleem? When you are with a pastor that cannot rebuke you, you have a problem? Als u een voorganger heeft die u niet bestraft, dan heeft u een probleem. A parent that cannot look at his child in his face and say, stop this nonsense. Is no parent at all. En een ouder die zijn kind niet terecht kan wijzen, die is geen ouder. Because your duty as a parent is to train. Want uw taak als een ouder is om uw kind te trainen. Somebody say, what if you don't know my parents? They are my father is echt onbeleefd. Maar u kent mijn vader niet. Hij is echt onbeleefd. You don't know how he treats me. En je weet niet hoe hij me behandelt. Well, that is not your job. Nee, dat is niet je taak. Your job is to pray for him. Je taak is om voor hem te bidden. And let God do his job. En laat God zijn taak doen. Our problem is, ons probleem is. We want to play God. Wij willen God spelen. In this. In dit. And because
En omdat we don't know how to submit to our ethnic parents. Omdat we niet weten hoe we moeten onderwerpen aan onze natuurlijke ouders. When they talk to us, als ze tegen ons praten, we find it difficult. Vinden we het moeilijk to submit to God. Om te onderwerpen so aan God. Come to church, dus wanneer je naar de kerk komt. When they tell you something, wanneer ze u iets zeggen. All what you see is, het enige wat je ziet they are is. Controlling your life. Ja, ze willen me alleen maar controleren. But that's not true. Maar dat is niet waar. God is training me. God traint u. In the bootcamp of warfare. In de trainingskamp voor geestelijke oorlogsvoering. To be a warrior. Om een strijder te zijn. Vers 5, Sister Vivian. Vers 5. Of this text. Servants, slaves, be obedient to those who are your physical masters. Having respect for them and eager concern to please them. In singleness of motive. So verse 5 talk about your heart. Dus vers 5 gaat over het motief van je hart. Nobody can escape this. Niemand kan hier onderuit. So let us come to church. I'm pleasing the pastor. The pastor they saw me on Sunday. They'll see me again next week Sunday. They saw me on Wednesday. Now I have changed, you know. I'm in church on Wednesday and I'm in church on Sunday. Now they can really see that I am doing my best. No, it's not for the pastor to see you are doing your best. It's for God to see whether you are doing that up to him. En het is niet dat je een mens moet behagen. Ik bedoel, je maakt niet indruk op de voorganger door op woensdag en zondag te zijn. Nee, het gaat erom dat je motief van je hart duidelijk is aan de Heer. The reason why the Bible says singleness of heart. En de reden waarom de Bijbel zegt je singleness of heart. Ja, hart alleen. It means betekent. There must be a correspondence. Er moet een correlatie zijn tussen je verstand en je hart. You must really be willing to do it. Je moet echt gewillig zijn om het te doen. Without grumbling. Zonder te mopperen. With all your heart, as a service to who? Als een dienst to, aan de Heer. I thought Elisa brought me water, so she's doing that to me. Dus ik dacht dat ze water bracht, zus Elisa. En ze doet het voor mij. But what did the Bible say? Maar wat zegt de Bijbel? As a service to who? As a service to. Maar ze moet het aan de Heer doen. So you see the things you do. Dus de dingen die je doet. It's not unto pastor. Is niet aan een voorganger. It's unto who? God. Okay, vers 6. En vers 6. How many of you are learning something? Wie van u leert iets hier? Not in the way of eye sense. Eye sense. How is Sister Elisa doing? I love her so much. Eye sense. Men sensible faith. They ask you where you came from. You know, when you leave the church, your Bible is no more in your back, it's in your hand. And people ask them, you know, wanneer je uit de kerk komt, dan heb je Bijbel gewoon goed vast. Mensen moeten weten, je komt van de kerk. Of your Bible must change. De positie van je Bijbel moet veranderen. Het is in je hand. And the way you move majestically after church. En de manier hoe je but beweegt. When you take out your church clothes, you forget where you put your Bible. Then your attitude. Sometimes you see Christians that leave church in front of the door. Just in front of the door. Their language change. En mensen verlaten de kerk en net buiten de kerk. Zie je dat hun taal al verandert? You are in church. Je bent in de kerk. You are thinking after church you have a date with Johnny. En je denkt alleen maar na de kerk, oh, ik heb een date met Johnny. I have to go meet Johnny. Ik moet Johnny gaan zien. And you just wait the service finish. Ik kan niet wachten tot de dienst voorbij is. You came with double dress. Misschien heb je een dubbele kleding. Dress and a long gown. Een sexy jurkje met een lang gewaad. Because this time you don't know nice to meet Christians. Deze keer moet je christenen niet onderschatten hoor. You don't know which one is which. Je weet niet meer wie is. Only God knows. Alleen God weet het. So you just wait. Pastor, I love you. Pastor, ik hou van u. The things was incredible. And the service was really powerful. Oh, the word was powerful. And the word was very powerful. 2 minutes. 2 minutes. After you said the word is powerful. Nadat je hebt gezegd dat het woord krachtig is. You just act strange. So what was wrong? Was it your head? Was it your verstand? Or your heart? Of your heart? I need to know.
En ik moet het weten. So you see, dus u ziet. As if they were watching you. And only to please men. But as servants, slaves of. Slaves of. Christ. Slaves of. Doing the will of. Oh, I thought. When you are serving, doing it, you are doing. Pastor, the Bible says you are doing the will of what? God. And with your whole soul. And verse 7. Verse 7. Rendering service readily with goodwill as to the Lord. As to the Lord. As to the Lord. Not to men. Verse 8. You see, throughout there is comma. Comma. That means he is still talking. Tell somebody he is still talking. Is it absolutely no states? Then now the Bible says, knowing that for whatever good anyone does, he will receive it. He will receive his reward from there. Lord. From there. Lord. I thought the Bible says from Jean-Pierre. Whether he is a slave or free. Verse 9. So you see. This is still test somebody's submission. Dat heeft nog te maken met onderwerping. You masters, act on the same principle towards them. And give up threatening and using violence and abusive words. Knowing that he who is both their master and yours is in. Is somebody reading the Bible? Leest iemand de Bijbel? Okay. Who wrote the Bible, Jean-Pierre? Oh, the Holy Spirit. Oh, the Holy Spirit. Oh, that is good. That is good. That shows that you people are really advanced. Now look at it. And that there is no respect of person. No partiality with him. So, God is watching the pastor. How he treats you. And he's watching how you are submitting to him. God kijkt naar de voorganger hoe hij u behandelt. En God kijkt ook naar u hoe u onderwerpt aan God. God is watching at you how you treat your parents. God kijkt hoe je voor je and he's ouders also watching your parents how they are dealing with you. En hij kijkt ook naar je ouders, hoe zij met je omgaan. Vers 10. This is the key. And then the Bible says, in conclusion, do you see? In conclusion, that means he is not done talking. Dus hij is nog niet klaar met praten. He's strong in the Lord. Do you see why many people are weak? Zie je waarom heel veel mensen zwak zijn? When you don't submit, wanneer jij je niet onderwerpt, how do you want to operate in strength? Hoe wil je dan in kracht opereren? Is the question. Dat is de vraag. I didn't write the Bible. Ik heb de Bijbel niet geschreven. Be strong in the Lord and be empowered through your union with Him. How do you work on your union with Him by submitting to His word? And the Bible says, draw your strength from Him. That strength which is His boundless might provide. And verse 11. Put on God's whole armor. And verse 12. For we wrestle not against flesh and blood. Do you see that? Sometimes you can pick one scripture, and you begin to talk about it as if that is everything. But in the other part. En zie je, soms plukken we gewoon maar Bijbelversen, maar je moet wel kijken naar de voorgaande Bijbelteksten. Om het in het goede perspectief te zien. And you are there binding. En ja, daar ben je. Je bent bezig om al die krachten en machten en overheden en alles te binden. Ik bind het. Ik haal naar beneden. En God vraagt aan u. Wie ben je eigenlijk? Are you a rebel? Ben je een rebel? Which kingdom do you belong? En welk koninkrijk hoor je? Is somebody getting this? Hoort iemand dit? Tell somebody submit. Onderwerp. Tell somebody submit. Onderwerp. Next time, I'm going to stop here for today. Volgende keer, ik ga je stoppen voor vandaag. I'm going to take you from submission into drawing closer to God. Ga ik het hebben over onderwerping en dat je dichter naar God kan komen. All of them are linked together. Ze zijn allemaal met elkaar gelinkt. Children of God. De kinderen van God. The secret of warfare. Het geheim van oorlogsvoering is om je te onderwerpen. Jesus was not stupid. Jezus was niet dom. There are many things. Er zijn vele dingen that I do, die ik doe, which I don't want to do. Die ik niet wil doen.
Many. Vele dingen. I can list them to you. Ik kan ze voor u opnoemen. Somebody say, why do you do it? Maar waarom doet u ze dan? It's God's will. Dat is Gods wil. So do you love doing that? Is hij ervan om te doen? Yes. Ja. So what is the thing that doesn't love to do it? Dus wat is dan het ding dat die verhoudt om te doen? Your flesh. Je vlees. So to be an army. Dus om een geweldig militair te zijn. Onderwerpen is very important. Submission is very is heel erg belangrijk. You are not doing nobody a favor. En u doet niemand een gunst. Don't be a spiritual vagabond. Wees niet een geestelijke bastaard. Many believers are just, some of them, they are just, then they claim, they say, you know what? Well, only God is my father. Ja, alleen God is mijn vader. It's true. Is waar. Did you ever ask a question why Joseph becomes the earthly father of Jesus? Heb je ooit afgevraagd waarom Jozef de aardse vader was van Jezus? Waarom lach je? No, I'm asking you a question. Ik stel je vraag. Okay, that is your homework. Or you want me to give the answer. Waarom moet ik het antwoord geven? Why didn't you ask a question? Well, God would have just used Mary because it was the Holy Ghost that impregnated Mary. So, it would not cost God anything to use Mary alone. Ja, maar God kon toch alleen maar Maria alleen gebruiken. But God went to Joseph. Maar God ging naar Jozef. And told Joseph, marry me. En zei tegen Jozef, trouw Maria. You know what? Weet je waarom? God wanted to show to Jesus. God wilde aan Jezus laten what zien. Family is. Wat familie and inhoudt. What submission is. En wat onderwerping inhoudt. And Jesus himself. En zelfs Jezus zelf. Submitted to Mary. Onderwierp Joseph. Zich aan Maria en Jozef. Luke chapter 2 verse 51. You could see he submitted to his parents. En Lucas 2 vers 51 kan je zien dat hij zich onderwierp aan zijn. Check the book. Ik heb het boek niet geschreven. Ik moet het boek lezen. Lucas 2 vers 51. Check the book. Check het dan. So all these believers. Dus that, al deze gelovigen. That are so arrogant. Die zo arrogant zijn. And they think they know better. En ze denken dat ze beter weten. And he went down with them and came to Nazareth and was habitually obedient to. Habitually. Tell somebody habitually. Habitually. It was his habit. That means it was his character. Het was zijn gewoonte. Het was dus zijn karakter om zijn ouders gehoorzaam te zijn. So who are you? Dus wie ben jij? Talk to me. Praat met me. We only have another spirituality. I'm spiritual. Ik ben geestelijk. Did you listen to the last instruction of the pastor? No, I'm spiritual. I know everything that, you know, me too, I can also hear from God, you know. And you know, God too is also there for me. Shut up. Every child needs to be trained. Tell somebody be trained. En ja, nou ja, ik weet het niet hoor. Ik bedoel, ik kan ook van God horen. En het is niet elke instructie die ik moet opvolgen, want ik heb ook de Heilige Geest. Of course you have the Holy Spirit. Natuurlijk heb je de Heilige Geest. Of course he talks to you. En natuurlijk praat hij met je. To ask you, why do you give me pastors if you maar waarom there? Heeft hij dan voorgangers gegeven? Ja. He teaches you. Hij onderwijst je om je te onderwerpen. Or else everybody will go about saying the Holy Ghost, the Holy Ghost, the Holy Ghost, the Holy Ghost, the Holy Ghost. They start lying. En ze zeggen, ja, de Heilige Geest heeft dit. Everybody can even stay in their home and say, I have my own church in the Holy Ghost. Ja, iedereen kan zeggen, nou, dat blijft toch lekker thuis. But how do I know you are lying? Maar hoe weet ik dat je lief? Because the Bible says. De Bijbel zegt. Don't forsake the gathering of ourselves together. So when you do that, you are lying. Dat je die onderlinge samenkomsten niet moet verzuimen. Dus wanneer je dat zegt, dan ben je aan het liegen. Je bent dus rebels. Against God's word. Tegen Gods woord. No, pastor, you don't understand. Ja, pastor, je begrijpt. I watch preachings on television. Ik kijk naar preachings online. Oh, Creflo Dollar is powerful. Creflo Dollar is heel krachtig. If I listen to TD Jakes. Als ik luister naar TD Jakes. Is running down. Dan komt de salving. The demons are chasing you. It's not TD Jakes that is coming. You need a pastor. Maar als de demonen aan je achtervolgen, dan ga je niet TD Jakes kunnen bellen om ze eruit te werpen. You see, your child can listen to many people. En je kind kan naar veel kinderen luisteren. Your child has a home. They call shelter. That is your house. Maar uiteindelijk heeft een kind toch wel een thuis. En dat is je huis. Dat is je gemeente. Dat is je kerk.
Don't do that. Doe dat niet. Foolish people talk like that. Alleen dwaze mensen praten zo. Oh, listen to John Bevere. Ja, ik luister naar John Bevere. Sunday was powerful. Zondag was krachtig. Then I asked you where did you go on Sunday. En waar was je zondag? I was at home. Ja, ik was thuis. TBN. The message that John Bevere preached. En de boodschap die John Bevere predikte. The best my spirit had. Het heeft mijn geest gezegend. Is goed. Is goed. That he blessed your spirit. Dat je geest heeft gezegend. Did he tell you not to go to church? Heeft hij je gezegd dat je niet naar de kerk moest gaan? You see? Ziet u? Our problem is. Ons probleem is. We are trying to copy the world in everything. We proberen de wereld te kopiëren in alles. Follow the Bible. Volg de Bijbel. Live by the Bible. Leef de Bijbel. Let the Bible be your teacher. Laat de Bijbel je onderwijzer zijn. And your guide. En je begeleider. Don't create your own Bible. En ga niet je eigen Bijbel maken. Because God will back you up because you obey him. Want God staat u bij als u hem gehoorzaamt. Do you get what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? There's somebody solid. Iemand zegt onderwerp. There's somebody solid. Iemand zegt onderwerp. Do you want to be a great person? Wilt u een geweldig persoon zijn? I need to submit. Leer dan om te onderwerpen. It will break your pride. Het zal je trots breken. It will drive out a lot of evil spirits around. Het zal heel veel kwade geesten om je heen wegdrijven. You see, ziet u? When you grow in God more. Wanneer je meer in God groeit. Most of the time when you get delivered. Vaak als je dan bevrijd wordt. It's because you submit. Zonder je onderwerp. Not because somebody put his hand on you. Niet omdat iemand zijn handen op je heeft gelegd. The more you yield to God. De meer dat je zelf aan God overgeeft. The more you realize that he just delivered you from something. Dan merk je dat je weer bevrijd van iets bent. Amen. And that's the easiest way. En dat is de meest gemakkelijke manier. So, I'll be talking about resisting the devil. Dus ik ga het hebben over weerstand bieden tegen de duivel. Maar vandaag. I am yet talking about submit. Heb ik het eerst over onderwerpen. When you learn to submit to God, then you will tell God. Want wanneer je onderwerpt aan God, dan zeg je tegen God. I love what you love. Ik hou van wat u houdt. And I hate what you hate. En ik haat wat u haat. Can you get it? Hoort u dat? Somebody stand on the feet. Laten we gaan staan. How many of you are blessed? Wie van u is gezegend? A very simple teaching. Een hele simpele boodschap. I do not open one revelation to the next. En ik heb geen één openbaring naar een ander gegeven. And everybody here. En iedereen hier. Can submit. Kan onderwerpen. You know what? Weet je waarom? Who lives in you, Sister Lorraine? Wie woont in uw zuster Lorraine? Who? Wie? I do not hear more. The Holy Spirit. Heilige Geest. Yeah, no, I said that. It's the Holy Spirit. So, if the Holy Spirit lives in her. Dus de Heilige Geest in haar woont. Before I am going to tell her this thing is not right, the Holy Ghost is already dealing with her. En voordat de voorganger naar je toe komt van dit is niet goed, de Heilige Geest heeft het al gezegd. Because. Want. The Holy Spirit. De Heilige Geest. Is there to teach us. Is daar om ons te helpen. To submit to God. Te leren om te onderwerpen. I am talking to Mandy. Misschien praat ik met Mandy. And Mandy is getting agitated within herself. En Mandy raakt geïrriteerd van binnen. De Heilige Geest. Can be telling her. Kan tegen haar zeggen. Why are you agitated? Waarom ben je geïrriteerd? I don't need to even teach you to submit. Ik hoef je niet te leren om te onderwerpen. Because he lives in you. Want hij leeft in u. When you talk anyhow towards your pastor. Als je. Even though it's a joke. You are making jokes. Sometimes you hear the Holy Spirit. Bro, why did you say that? Even though you were laughing. I don't know if you have failed that somehow. You were really laughing, then you just make a statement. Je was echt aan het lachen en je maakt een grap. En je voelt in jezelf van nee, dat had ik niet moeten zeggen. No. En de Heilige Geest zegt nee, dat mag maar niet. Nobody heard it. Niemand heeft het gehoord. Except you. Alleen jij. What is he teaching you? Wat zegt hij tegen je? Submission. Onderwerp. One day I was with pastor and somebody called. Eens een keer was met pastoor en iemand belde. I want to call to apologize. Ik wil bellen om te verontschuldigen. En pastoor was asking, for what? En ik zei maar waarvoor dan? He said no, you came and told me something. Nee, je kwam me iets zeggen. Then I made an overstatement. En ik maakte een overstatement. And for pastoor it was a joke. En ik dacht het is gewoon een grapje. So she laughed about it. Ze heeft erom when gelachen. When the person drive from church to home. Maar toen die persoon naar huis reed. The Lord was dealing with the person. Heeft God die persoon bestraft? You don't do that. Dat doe je niet. She's not just another friend. Ze is niet gewoon een vriendinnetje. That is my sinner.
Dat is mijn dienst. And he called. En hij belde. And while he was saying what he was saying. En terwijl hij zei wat hij zei. Pastor, I was saying, oh, it's okay. He said, no. I know for you, you took it okay. But the Holy Spirit did not let me rest. En misschien vind jij het wel oké, okay, maar de Heilige Geest liet me niet rusten. And you get it. Hoort u dat? There's somebody sunny. Iemand zegt onderwerp. There's somebody sunny. Onderwerp. You want people to respect you. Wil je dat mensen je respecteren? You want people to submit under your authority. Wil je dat mensen onderwerpen aan je autoriteit? You start learning to submit to God. Dan moet jij je onderwerpen aan God. Don't even go to your job. Dan ga je zelfs naar je werk. You intimidate your colleagues. En je intimideert je collega's. Sometimes. Soms. They will be so calculative to know what to tell you. Not that to tell them anything. Zijn ze zo berekenend wat ze tegen u gaan zeggen? You walk in. Je staat binnenlopen. And you know that some conversations we cannot have. We cannot have it here. Dan weten ze dat ze bepaalde gesprekken niet kunnen voeren. It's a presence. Is een tegenwoordigheid. That somebody is a presence. Is een tegenwoordigheid. It's possible. Het is mogelijk. So today bow your head. Dus vandaag buig uw hoofd. Tell God. Zeg tegen God. I know you love me so much. Ik weet dat u zoveel van mij houdt. Help me, Lord. Help mij, Heren. To submit. Om te onderwerpen. There's somebody 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 to submit. Om te onderwerpen. That I'll be a warrior. Dat ik een krijgsheld zal zijn. In your kingdom. In uw koninkrijk. Thank you, Father. Dank u, Vader. Thank you, Father. Dank u, Vader. I am a submissive child. Ik ben een onderdanig kind. I am an obedient child. Ik ben een gehoorzaam kind. Thank you, Father. Dank u, Vader. I give you praise. Geef u prijs. Thank you for your word. Dank u wel voor uw woord. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.